Afgelopen vrijdag stond in het nieuwe complex van RSC Anderlecht Futsal de topper tegen FT Antwerpen op het programma. RCA stond voor aanvang 5 punten voor dit Antwerp en is de favoriet om zowel het kampioenschap als de beker van België te winnen. Waar het als enige profclub in België eigenlijk toe verplicht is, willen ze hun seizoen doen slagen. Voor de Antwerpenaren, dat een andere visie heeft, volstaat een play-off plaats om dan te proberen van door te stoten naar de finale van het kampioenschap. Al doen ze dit vooral met eigen opgeleide jongeren, aangevuld met enkele anciens, wat een leuke combinatie geeft op het terrein. Antwerpen heeft echter te veel respect voor dit RSCA en staat zo al snel op 2-0 achter, waar het zelf niet meteen van hun eigen sterkte uitgaat en waar we alleen een bal op de lat van doelman Duro kunnen noteren. En zo blijven we toch wel een beetje op onze honger zitten in de eerste periode en zo met een 3-0 naar de kleedkamer trekken. Een heel Antwerp krijgen we dan in de tweede periode te zien, waar we meteen naar een aanval uit het boekje zitten te kijken. RSCA op een hoopje gespeeld en schitterend afgewerkt door El Fakiri, wat heel de zaal ziet. Al is deze meteen goed voor de blunder van 2023 in het futsal, daar de scheidsrechters geen doelpunt geven. Het levert FT Antwerpen alleen een gele kaart op. Begrijpen wie kan. Iedereen speelde die tweede helft met grinta, hetgeen dat we de eerste helft niet hebben laten zien. En dan ben je goed te voetballen en dan scoor je de 3-1. En dan wordt die op wonderbaarlijke wijze niet gegeven. Ik denk dat iedereen dat hier binnen zat, zag dat die bal binnen was. Buiten de twee die het moesten zien. De herhaling zal wel uitmaken of dat die wel degelijk binnen was, ja of nee. Maar ik denk dat iedereen hier heeft gezien dat hij binnen was. En als je die dan niet krijgt, dan vind ik het enorm spijtig. Want voor ons was het een wedstrijd geweest opnieuw. 3-1, dan krijg je terug die moed en dan kan het misschien nog een heel andere wedstrijd worden. De hele sporthal heeft gezien dat een geldig doelpunt was. Zelfs de spelers van Anderlecht kwamen zeggen ongelooflijk dat de scheidsrechters dit niet hebben gezien. Iedereen heeft gezien. Eigenlijk hadden ze gewoon even naar daarboven moeten kijken en dan hadden ze van daarbovenuit één knik moeten geven. En we hadden eigenlijk zo gezegd een VAR en had die goal kunnen tellen. Maar goed, iedereen maakt fouten waarschijnlijk, alleen spijtig genoeg. Ja. Dat de 3-1 kunnen zijn en op dat moment waren we echt wel goed bezig en had dat misschien wel een verschil kunnen maken. In de nieuwe, misschien wel te kleine zaal, amper 800 toeschouwers en het publiek te dicht bij de spelers, kunnen de potjes al eens overkoken, denken we dan, wanneer de thuisvloeg niet echt greep heeft op de wedstrijd op dat moment. Voilà, RSCA-supporter onwaardig, denken we dan. En goed opgelost door de stewards, die ons nog meegaven dat deze niet meer zal binnen mogen. Terug naar de wedstrijd dan, waar Antwerp nu de betere is en Buil alleen op doel mag afgaan. Zijn bal strandt op de dwarsligger. Wanneer je zelf niet scoort en dan voelt u ons al meteen komen, de 4-0 van Franco. Antwerp niet aangeslagen en zo moet RSCA anders gaan spelen. Hier moet Antwerp altijd scoren. De verdiende goal voor FT Antwerpen komt er dan toch. Mukhtari met de 4-1. Thuisploeg scoort dan nog de 5-1 en houdt zo de punten in eigen huis, wat op basis van de eerste helft een terechte uitslag was, waar Antwerp bewezen heeft dat het de favoriet kan pijn doen. En het was vooral de futsalsupporters, buiten die ene, die de winnaar van de avond waren. RSC Anderlecht versus futsal topsport Antwerpen met een eindscore van 5-1. Ja, wat frustrerend is uiteraard dat een doelpunt niet goedgekeurd wordt op een moeilijk moment. Hè. Dan komen we terug in 3-1. Gebeurt niet. Integendeel, twee of drie spelers van ons krijgen dan nog een gele kaart omdat ze protesteren, wat logisch is in zo'n wedstrijd. Scheidsrechters die op dat moment dat niet aanvoelen, oké, het kan zijn dat ze het niet gezien hebben, maar dan 3 gele kaarten gaan geven, onnodig. Maar oké. Zoals wij coaches misschien fouten maken, spelers fouten maken, hoop ik dat de scheidsrechters achteraf, als ze die beelden zien, doorhebben dat ze daar toch niet alleen fout zijn door de doelpunt niet goed te keuren, maar vooral het fout zijn om onnodige gele kaarten te gaan geven. Want
Ja, een topwedstrijd, dat moet je aanvoelen. En als het niet nodig is, moet je niet onnodig gele kaarten geven. Ja, die tweede helft was enorm goed. Ik denk dat de coach zet ons op scherp tijdens de rust. We komen enorm goed uit de kleedkamer en we spelen een goede tweede helft. We krijgen die kansen om te scoren en dan is het voorval misschien spijtig voor ons. Maar oké, we moeten onze meerdere vandaag kunnen herkennen in Anderlecht. Maar ik denk dat dit positieve noot geeft voor de rest van het seizoen. Ja, een kans hebben we genoeg gehad, hè. En dan zie je wel de klasse van Anderlecht die uit één kans een doelpunt puren. Nogmaals, een goede ploeg. Ze zijn heel efficiënt. Tomic vandaag scoort aan de lopende band en wij spijt genoeg niet. Nu hebben we nog een aantal maanden. Het is cliché, maar het is de realiteit. Dat op het einde van de rit alles terug op nul begint en iedereen in de play-offs. Maar natuurlijk, Anderlecht een heel goede ploeg spelen. Niet voor niks de final voor. We hebben dat vandaag ook dikwijls getoond, maar ook in de andere wedstrijden. En we weten dat het heel moeilijk wordt, maar we gaan net als vandaag en de vorige keren altijd ons veld duur verkopen.